En liken. Ah nee, het is niet liken, het is starten. Ja, ik like hem. We liken hem. Wat blijft hij, of je, hè? Ja, of geworstlust. Het is niet zo'n ding, hè. Mijn vriendje heeft hier een 1.11.4 gereden, maar dat ga ik niet halen. Ik heb geen vrienden. Ik heb blijkbaar ook geen vrienden. No data available yet, zegt hij bij mij. I don't have any friends. No. Wat ben ik dan, Mark? De Boost Brother. Inderdaad. Oh yeah. Oh, zet het maar op stable zetten. Dat is misschien wel verstandig. Was hier de rembalans? Want die heb ik nu ook ingesteld. Oh, dat is altijd. Die is er niet. Is er die niet? Nee. Dat is kut. Wel, jawel toch? Wel, dat lijkt mij ook wel dat je moet instellen. Dan heb ik mijn knoppen niet ingesteld hoor. Ja, dat gaat pas als je de baan opzet. Dat gaat niet in de pits. Ah, dat is in de pit, ja. Als je voorbij de groene keelkens zit, dan jawel. Ik ga zo op 52 beginnen. Oh. Dat is toch niet goed wat ik nou aan het doen ben, denk ik. Beetje een Toka 2 gevoel van heel vroeger. Oh. Dat werkt niet. Oh god. Ja, ik heb een setting zodanig staan dat ik denk van, oh dat is mooi, dan heb ik alleen het dashboard voor me, maar dan draai ik het eens naar rechts en dan zie ik in één keer vol een spiegel in de deur. En dan kan ik niks meer van mijn track zien. Dat werkt. Wat is je toch aan het schuiven? Ik volg u gewoon hè, met uw rembalans op hoor. Is goed. Of het verstandig is, weet ik niet. Nee, dat doe ik niet. Ik heb het idee dat het allemaal veel sneller kan dan wat ik aan het doen ben hier. Ja, het is het eerste rondje net hoor. Oh, come on. Ja, maar meestal heb ik het idee dat het eerste rondje ook al redelijk goed gaat. En dat heb ik nu absoluut niet. Nee, oké. Dat is waar. Dit begint al meer op te lijken. Alle, come on. Zo ga ik geen ene van zijn kronen kunnen rijden. Thank you.
Veel meer in. Ah. Ach, godverdomme. Wel leuk. Hij is wel leuk, hè? Leuk als Hugo. Hugo ging ik samen met Gaan. Rondjes achter elkaar dezelfde tijd. Het zal wel goed zijn. Hey, hey, dag Luc. Hallo. Ah, meneer Jansen. Dat gaat nog net goed komen, jongen. 3 minuten. Ja, ik ben... Oh, dat gaat niet lukken, denk ik. Shit. Hoe oud is Donneken? Ja, het is 3 minuten. Dat is scherp, joh. Oh, leuk. Come on. Ik zat 2 seconden in het groen. Ik ga eens even pissen, jongens. Is er een Megane of zo? Jo, dank u. Nou, mooi naam, Erik. Of ik bedoel Gerard. Cliff, zo gaan wij geen vrienden blijven, een vriend. Tuurlijk wel. Dat bedoel ik eens. Nee, ja. Luc er nog bij, dan hebben we er eigenlijk 7 beduren aan. Yep. Mooi. Zit Luc er nog bij? Ja, ik kan het proberen, maar ik ga niet lukken, denk ik. Nee, dat is toch niet aan het lukken. Tja. Alle. Anders, ik vind het niet erg om te stoppen en dan opnieuw met Luc erbij. Ja, dat is zuur voor iedereen, je zit keihard volk in nu. Ja. Maar nee, joh. Zit daar nog mee? Niet. Hard. Nee, niet erg. Doe maar rustig, dan skip ik een eerste wel, verdomme. Dat is eigenlijk wel. Is te laat. Het is altijd typisch, dat wilde juist vertrekken naar boven en we zijn nog niet aan het te gaan doen en... Ah. Mark, je staat nog in de top 10, hè, jong. Ja. En bevallen we het eens een beetje? Oh. Welke hadden? Ik had maar 1 kunnen kiezen. Toch? Nee toch? Nee. Jawel. Nee. Waren er 4, denk ik. Heb ik zo slecht opgelet of wat? Ja. Oh fuck. Sorry. Iedereen rijdt de Megane dus ongeveer, behalve Cliff. Ja.
René rijdt ook BMW. Ja. Ja. En die zijn aan elkaar gewaagd in principe, wat ik zo links en rechts zag. Motorgeluid veel zacht. Ik onthouden, Cliff en René de BMW, de rest de Megane. Yes, allebei mijn doelen behaald vandaag, Mark. Goed zo. Ach, kut. Godverdomme. Man, dat trekje, die, hoe heet dat? Die trekker, ja, die doet het wel een havenklap niet. Stom ding. Kan gewoon één screenshot, Mark? Ja, ja. Je bent geweldig, jongen. Ja, dat hoor ik graag. Allee, misschien hebben we vandaag nog eens boven de 1700 uitkomen. Ja, jullie kunnen wel meteen een goede Duitse grap over corona, of niet? Ja. Maar dan komt hij aan in de... Even kijken, ik ga zo op 55 rijden, of 56. WhatsApp. Oh my dear god. Oké dan. Nice. Mijn soort humor. Allee jongens, succes hè. Succes hè. Yep. Ja, succes. Succes. Yep. En beloofd aanpassen. Ja, 54. 55. Het is het donink dan hè. Wel, een beetje wielspin hadden. Oh, even extra overstuur. Ik denk dat ik wel aan het overstuur. Oh, die groene kars zijn ervoor gemaakt om een beetje te duwen, ja, toch? Ja, precies. Oh, 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 oh. Spectaculair! Twee op de kop! Nou, nou weer. Ik lig meteen al 15 seconden achter. Nou, lekker dan. Oei. Ja, dat is weer een palikante. Allee, oh, come on. Dat was jammer, Peter. Ja, dat had een goede exit. Ik moest een beetje in oude kleren. Ja, dan was het dan een penalty. Maar dat is ja, voor mij ook. Yep. Ik deed precies hetzelfde. Okay, oh, dit is wel spannend, jongens. Hoi, klok. Hey, mijn penalty is gekleerd. Yep, ja. Mij ook. Oh, dit is spannend hier van voor. Ah, voor de tijd gaan jullie aan de grond meer rijden. De time trial. En de 11-1.
13. Oh. Een beetje. Ik ben exit speed kwijt. Ja, dat heeft geen nut om daar rare acties te doen. Oh man, dit is spannend. Wat is jullie gaan? Ik zit continu achter op die bumper van Peter. Oh man, ik word er helemaal zenuwachtig van. Goed zo. Oh René! Fuck me! Oh. Sorry, kon direct voor mijn neus. Daar kon ik niks aan doen natuurlijk. Sorry, maar... ja nee, ik had hem op de dingen die doen, maar ik wist dus niet dat hij meer kon langs maar. Exit en lopen door leven. Ja, en ik stond, ik zag u langs de weg staan, ik boek op de weg en ik boek me tegen. Dat was, moet ik maar eens in de film nakijken, dat is raar, want dat heb je normaal gezien. Ja, maar normaal houdt hij daar rekening mee. Ja, blijf dan nou dus. Oh Peter, dat is wel heel agressief naar buiten komen jongen. Ja. Kunnen met die megaan. Ja, geef de penalty maar. Slecht. Maak er maar 55 van. Is het ook al een slowdown? Zo gelijk was ik toch niet aan het afsnijden daar. Eindelijk de eerste bocht is een beetje fatsoenlijk gepakt. Nou, die gaat goed, maar alleen die vierde bocht. Man, ik ben aan het gooien. Aha.
Maar goed, ze houden het toch spannend, Cliff. Aha. Waar is de kamer nog doen? Ik die touringcars zijn echt vergevens gezien over de curbs, hè. Bij de mijnen toch. Welke hadden? Van Astra. Het is jammer dat het geen Manta is, hè. Jammer, hè. Oeh, Apex doen we niet aan. Hij werkt goed, hè. Gas op, of voet op het gas houden bij het rennen. Dat doe ik nooit. Nooit? Nee. Dat doe ik bij die Clio, dat doe ik hier ook, man. Anders komt hij toch niet vooruit bij de exit. Ja, ik moet gewoon zorgen dat je voor de Apex het gas erop hebt. Weer een klein gaatje in de Cliff geslagen. Ja, ik heb een foutje gemaakt. Paar tiende gewonnen in de eerste bocht. Even van het gas moet gaan omdat je de bocht anders net niet redt, direct 2/10 eraf, hè? Ja, inderdaad. Dus Cliff, deze herden, jongen. Je kunt volhouden, hè? Appel? Ja, ik was aan het drinken, sorry. Oh, daar ga ik, 180. Godverdomme. Juist, eindelijk die bocht nog eens goed genomen.
Kom maar, Peter. Oh. Dank u. Ja, nog een penalty, jongens. Goed. Hoeveel heb jij op? 5. Godverdomme. Kut trekker, ja. Het is in één keer een beeldklap helemaal weg. Kijk in één keer naar de vloermatten, hè. Stom ding. Och, ik zit heel naar het zand te kijken. Godverdomme. Dat ging me net goed, Mark. Hoi, manneke. Ik moet een nieuw onderbroek aan. Sorry, ik was uit het gras aan het rijden. Ja, is niet erg. Ik moet zeggen dat die bocht daar bergop wel heerlijk gaat met deze auto's. Ja, dit is een leuk circuit met die mengaan. Ja. Cliff, let op, ik ga remmen hier, hè. Veel te veel penalties. Maar wat was je leuk? Ja, was leuk. Heel was leuk. Maar ze zijn, ja, de auto's zijn wel redelijk recht toe recht aan, hè? Ja, het is net een beetje Clio-achtig. Ja. Ja, mooie gereden, Cliff. Ja. Thanks. Ja, jullie ook, hè? Ja, maar ga maar, geen fouten of geen penalties, zo te zien. Nee, ik heb geprobeerd het penalty-spelletje te spelen. Ja, nice. Netjes. Oh, dat is 1767 mee. Dat is punten pakken. Ja, dat is punten pakken. Al 7. Maar die was... Yay, ik zit boven de 1700. Hoi, mooi. Party. En nou, Sugo. Qua tijd is het ver weg van jullie. Mei. Sugo. Ik doe weer eens herstarten, want het ding werkt voor de meeste. Oh, ik zit op S. Hey, nog groter feest. Nice. Mooi, mooi. Eindelijk. Ik zie een dag van de feestjes. Na 3 jaar. Ik wil deze overwinning opdragen aan mijn moeder. Nee, aan Pools moeder. Juist, natuurlijk. Juist. Of course. Hey, mam. Luc, als je wilt, kun jij er ook bij. Ik ben op weg naar de lobby. Als ik ze vind in de lijst... Wacht, ik invite hem wel even. Ik heb ook al een invite. Ik zit in 3 jaar en dan vind ik het niet snel. Momentje. Bij de jullie, man. Enjoy. Ik zit erin, denk ik. Yes. En we gaan de verkeerde auto. Momentje. Ah ja, dan kan ik ook die Megane veranderen. Oeh, Opel Astra. Luc, klinkt alsof dat hij in een blikje zit. Hallo. Luc klinkt een beetje tinnerig. Dat is vreemd. Het is veranderd. En nu? Peter? Nee. Zeg dat wie? Het doet al iets, want ik hoor een soort metalen ruis. Stop anders met wieksen tijdens het race, Luc. Ah.
Ja, dat blikje, die randjes die zijn al scherp, ik kan het ook niet aan doen. Oké. Klaar, ik ben er denk ik. Ja. En dan nog even wachten tot René terug is. Jongens, nog even wachten tot René terug is. Ah, de Gerald is er trouwens ook bij. Ja. Jongens. Jij hebt dat niet gehoord. Nee, dat is een stille, hè? Dat is een stille, ja. Maar dat gaat een keer zo zijn, die is gewoon stil en ineens rijdt hij van voor mee. Dan gaat het zo zijn. Ik was heel aan het denken, ineens je zo stil, ineens staat hij langs mijn bed met een mes in zijn hand. Zo. Dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Dat is goed. Liever niet. Maar zo was hij vroeger niet in ieder geval, dus dat zou mij wel verbazen. Maar goed, je weet nooit, hè? Dat is dat. Kom, René, voortmachen. Om in het Duitse thema te blijven. Oh. Komt René al terug? Ja, die komt wel terug. Maar wanneer? Dat is nou de vraag. Hier is hij. Denk ik. Ik hoor iets, ja, maar... Ja, ik ben er weer. Hey, dag René. Ja, dit wordt mijn laatste. Daarna... ga ik in bed liggen, man. Blauw. Is René er al bij? Nee, iedereen doet gewoon ready. Ja, omdat jij ready deed. Ik doe helemaal niks. Ik heb ook niks gedaan. René zit er nog niet bij, toch? Nee, daarom. Dus ik doe nog niet op ready. Ik ook niet, hoor. Oeps. Ik heb ook niks. Dan moet hij wel opschieten. Er zijn nog twee plekjes vrij. Ja, anders cancelen we gewoon en starten we een nieuwe, toch? En waar is René? Je moet rejoinen, of hè? Ja, hij is net invite. In de podcast gestart. Allemaal invite, ja, allemaal invite naar René. Allemaal. Ik durf niet. Ploink. Godverdomme. Ik heb hem geaccept, maar ik ben er nog niet in. Nee, dus dat komt goed. Kom jong, bestel eens door. Krijg. Ik ben wel benieuwd wat dat is, Sugo, met deze auto's. Niks, helemaal niks. Niks. Oké, waarom doen we het dan? Dus mij zit het erin, of niet? Ja, je zit erin. Je zit erin, maar ook, Sakito short doen, die was leuk. Maar net zoals Bonnetje was ook leuk met deze, maar Sugo. Ah, dat komt goed. Komt goed. Hier, René zit erbij. Oh, hij is van de team. Hoe is die BMW? By the way. René, hoe is die BMW? Hoe die is? Ja. Breek me de spreekwoordelijke bek niet over. Oké. Ik vond die wel mee van anders. Ah, ja, 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 maar ik denk, jij zit ook geswitcht naar de Megane, of niet? Ja, nee, naar de Astra. Astra, oké. Okay. Ik zit ook in de Astra, ter notitie, maar niet dat ik van mij veel moet aantrekken, maar ik zeg het maar even. Ja, nee, dus ik kan dat zelfs op de screenshots toch niet zien, dus je zult het toch allemaal nog een keer eens moeten roepen, want ik onthoud het niet. De Astra ik ga je al dagelijks in de Astra Tourenkaart, dus. Ook met dezelfde spoiler en dezelfde power. Nee, en dat kan niet. En dezelfde spoiler. Maar het is wel een Tourenkaart. Ready. Ga met je perlenkap. Het rijdt gewoon bij die BMW niet fijn als je in één keer de vloermatten ziet, weet je wel. Nee, dat is waar. En dat had ik een paar keer. Dat is vervelend, ja. Niet fijn. Rijden altijd BMW's met een kaars poep, zoals ik leven. Ja. Wow. Oh. Ik zit in een triootje met jou. Ja, yep, zo. Nou zie ik helemaal niks meer. Zo was beter, denk ik. Auw. Jongens, ik heb nog maar juist mijn S-rating, hè. Laat het dan eens zien dat je ook goed kunt racen, Mark. Ah, die Astra is voor uur aangedreven. Ah ja. Oh nee. We gaan ook, hè. Zoals die BMW is, die Mercedes, wil ik zeggen, is voor u aangedreven. Welk? Zoals die Mercedes is voor u aangedreven. Ja. In de AMG. Het is wel grappig, hier allemaal op een kluitje voor de opwarmronde. Ah ja. Right side,
Oeh, met die redder af. Oké. Auw. Kom op, Mark. Recht houden, hè. Daar heb ik mijn moeder ook nooit moeite mee. Oeh. Spicy. Zucht. Ja, jij begint er altijd mee, Mark. Nu is mijn schuld ook. Mijn tactiek is altijd iedereen out creepen, hè, dat weet je. Gadverdamme. Mission accomplished. Inderdaad. Oh. Je ramt gewoon niet. Kijk maar. Oh, het is eerder remmen daar. Bevalt die Hugo? Ja, best goed eigenlijk, moet ik zeggen. Kom direct tussen. Maar je moet geduld hebben. Die auto's. Klimmen ze weg? Ja, ik kom terug, kom terug. Oh. Ik ga een andere auto kiezen. What the fuck, joh? Tijdsrijden, om tijd te genaren. Ja, god man, die. God. Het zit echt mee vandaag, echt. Nee, waar ik nog anderhalf seconde moet gaan halen, geen idee. Weg. Ik ga even in de pit staan. Want alle halve seconde ga ik er zeker niet vinden.
Tuurlijk, ja. Ach man. Dit gebeurt er dus als Peter gaat oefenen, hè? Ach. Heb je toch wel de BMW gepakt, Cliff? Nee. Yep. Ik wist de achterwielaandrijving. Ja, als je dat gewend bent, is ja. Dat wel even switchen, ja. Dat geloof ik gelijk. Het voordeel van die voorwiel aangedreven auto's is wel als je onstabiel wordt, gewoon gas bijgeven. Ja. Hij voelt zo onnatuurlijk aan. Hij redt het niet, hij redt het niet. Kom, gas bijgeven. Ja, hij redt het. Oeh. Allee. Komt zo goed. Sure. Conditie. Ja, we pakken ze gewoon een conditie. Voilà. Ik moet zelfs eerder opschakelen dan de twee bij het starten, want dat was alleen maar wielspin in de eerste versnelling. Of toevallig is met de koppeling gaan werken, man. Nee. Ben daar, don dat. Juist, dat werkt niet zo goed. Meid. Not kunnen duwen met een kind. Nou, een mooie lijnen toch, René? Hoppa, zo hoort dat. Over dat gras met die hap. Ja. Het wordt een mooie tijd. Het geluid van die BMW is wel een stuk mooier. Ja. De auto zelf ook. Ja, zeker. Jeeeeee, P3. Ah, kijk, René staat er voor Mark. Anders was het humiliation geweest, René. Het is mijn circuit niet precies met deze auto. Misschien moeten we dan nog een wat vermoedere noden. Zeg me, waar ga jij, Peter? De Megane. Yikes.
Hey, toch nog, toch nog tiende plaats, maar dat is omdat we maar met 10 zijn, oké, okay, ja. Goed gedaan, Mark. Goed gedaan, jongen. Fuck you. We zijn allemaal trots. Ja, zal zijn. Even kijken, alle tijd zit in... Oh, alles zit door, never mind. Ja, doe dat. Oh nee, sector 1 is nog redelijk. Sector 2 en sector 3, daar verlies ik het. Oké. Ready. Nog maar 9 zelfs. Nog maar 9, ja. Oh. Maar van mij er 7 zijn. Man, ik ga zelfs in bed liggen, jongen. Gembalans 54. Oeh, hier ben je ineens huis te snel, hoor. Hey, hadden we een start gezien? Hele mooie. Ben je weer niet van werk? Oh, zonde. Eerlijk gelukt nog wel, of Peter? Ja, dat is leuk dit, hè. Dit is race, hè. Ja, dat was een leuke actie. Van ons alle twee. Ja, dat was mooi. Gewoon lekker laten leven. Ja. Bandjes die gillen het uit. Oeh, ik had beter exit. Ja. Ja, ik moest hem aan de binnenkant, want ik naar buiten liet lopen en dan liep het tegen elkaar aan, denk ik. Ja. Just ignore him, he'll go away. Ja, doe ik weer, of reek de bocht op, maar ja. Deze hadden.
Ah, wel. Ik heb te vroeg opgeschakeld. Het is wel leuk, Peter. Het is gaaf. We've got 10 minutes left. 10 minutes to go. Oh, ik krijg een penalty. Ja, en ik pakte hem verkeerd. Nee, de penalty is weg. Het is close racing, ten top. Nou, Adam, Peter. Ja, nou pak gewoon de binnenbocht natuurlijk. Yes. Still there. Still there. To the right, V2. Car right. Right side's better. Okay. Oh, Peter, dit is epic, jongen. Sorry. Heb ik jou geraakt, Luc? Was dat mijn schuld, of? Luc? Oh, we horen Luc niet meer. Luc is weg. Oh. Kom dan, nou. Oh. En ik heb hem nog wel ingehouden. Nou ja. Is wel leuk, Peter. Ja. Dan moet ik echt gaan rijden. Oh, hiervoor was het gewoon een beetje spelen, hè? Oké. Okay. Is goed. Nee, niet echt. Ik zit hier allemaal in te rijden, hè? Dat is een poltrucje. We leren het van de beste. Nou ben ik de aansluiting ook kwijt. Thank you.
Een seconde penalty. Oei. Voor de verandering. Ja, ik. En volledig terecht ook. Dat doen we tegen was leuker, hè, dan als Luco. Ik denk dat het zoveel uitmaakt, want ik. Je rijdt toch los en achter mij is 18 seconden of zo, dus. Oeh, 18 seconden. 16, sorry. Thank you.
Ja, nu is een tijd in het groen. En Peter is nou weer kapot. Ja. Yay. Was in het begin leuk, maar toen ging ik er weg was Peter, toen was er eigenlijk fluit maar aan. Ja, het begin was gaaf. Ja, leuk racen. Ja, dat was erg leuk. Ik wel even rebooten, maar het is niet helemaal goed. Ja, wacht, nog even wachten, hè? Ja, ja, ja. Anders is zelfs de punten kwijt ook nog. Ja, dat is even niet de bedoeling. Is. Oh. Wel een mooie puntje bij. Yes, ik denk het ook. Ja, ik ook een paar. Ja, mooi. Yes, yes. Oh, jongens, ik ga mijn velgen stopzetten.